En wij hebben eigenlijk gewoon het oude apparaat uitgezet en het nieuwe apparaat aangezet. Nou, er is geen training of iets dergelijks voor nodig. De IJsvogel is een nieuw vakantiepark op de Veluwe. We hebben hier ongeveer 100 accommodaties. Van luxe wellness lodges voor 2 personen tot hele grote groepshuizen voor 24 personen. Door het gebruik van de terminal hebben we eigenlijk de transactie met de gast versimpeld. En aangezien we dat op 1 dag heel vaak doen, heeft een heel groot effect op onze werkzaamheden. Waardoor we beter met de gast kunnen communiceren en meer service kunnen bieden. Ik denk dat het elke dag 20 keer een minuut scheelt. Wat aan het einde van de dag bij ons serieus optelt. Booking Experts is een online boekingsplatform. We automatiseren eigenlijk alle processen rondom een vakantiepark. Sinds dat wij begonnen zijn en een payment provider gekoppeld hebben, is dat al Molly geweest. Omdat Molly heel erg een beetje dezelfde denkwijze als wij hebben. Het moet makkelijk gaan, het moet snel gaan en we moeten snel vooruit. We moeten snel kunnen groeien. Een van onze partners in de beta, dat is de IJsvogel geweest. Doordat die connectie tussen Booking Experts en Molly zo naadloos is, hoeven vakantieparken niet meer achter hun geld aan. En daar is die goede samenwerking gewoon noodzakelijk voor, dat iedereen die wij nieuw aansluiten ook gewoon direct aan de slag kan met Molly. Het belangrijkste deel is misschien wel die internationalisatie, dat we steeds meer gasten ontvangen vanuit andere landen en we een steeds breder pakket aan betaaldiensten eigenlijk moeten aanbieden om te voorzien in de behoeften van de gast. En daarnaast is het voor ons belangrijk dat we een partner hebben, in dit geval Molly, die meedenkt in het zo soepel mogelijk laten verlopen van de processen. Want de uitdaging met het opschalen van je bedrijf, dat zit altijd weer in het verminderen van frictie, het verminderen van problemen, het oplossen van alle hobbels. Het allerfijnste aan de implementatie van de PIN-terminal, dat is dat je geen handmatige verwerking meer hebt. Het levert gewoon, hoe dan ook, als je een drukke dag hebt, fouten op. En dan krijg je kasverschillen of dat wordt niet goed geboekt. Dat wordt geautomatiseerd en er zijn geen kans op fouten meer. Ondanks dat heel veel al online gedaan wordt, zijn er toch ook nog wel heel veel mensen die gewoon aan de balie willen betalen. En die wil je ook gewoon te dienst zijn. Ik denk dat het juist ook wel een hele mooie aanvulling is op wat wij al bieden. En dat eigenlijk vooral bij onze klanten iedereen daar heel erg enthousiast over op gereageerd heeft.